Voorzitter, in het verslag van Plasterk op 12 februari 2024 staat: de NSC-fractie maakt de volgende opmerking. De fractie kan zich vinden in de tekst over toekomstig rechtsstatelijk handelen, gelet op uitspraken in het verleden en standpunten in het verkiezingsprogramma van de PVV, is en blijft rechtsstatelijke afstand te groot voor deelname aan een meerderheidskabinet of een minderheidskabinet. Wat is er veranderd? Voorzitter, bij een normaal meerderheidskabinet zou de leider van de grootste partij nu op de stoel van de heer Schoof zitten. Of een andere vertegenwoordiger van de PVV, zeg ik erbij. En de heer Schoof maakt geen enkele aanstalt om lid te worden van die partij. Of van de enige andere van de drie partijen. Dat kan ook niet, maar dat zou op zich ook nog een keer geregeld moeten worden, zeg ik erbij. En ik vind het van belang. Ik zeg dat tegen de heer Wilders. Ik vind het van belang dat partijen hier ook intern democratisch zijn. Dat helpt ook. En soms helpt het ook voor je tegenspraak of voor het organiseren. Waar ik me mee bemoei? Ik vind daar wat van. Voorzitter, even een punt van orde. Ik hoor allemaal teksten uit de zaal die best wel goed zouden zijn dat even in de microfoon komen. Maar er bestaat blijkbaar geen behoefte bij. Voorzitter, de vier partijleiders zitten in de Kamer. We hebben een akkoord op hoofdlijnen. Namens NSC heeft u gezien dat ik een behoorlijk aantal mensen van buiten de politiek gevonden heb. U kunt daar met Casper Veldkamp of met Judith Uitenmarken een discussie over houden of ze na 30 jaar diplomatie en een half jaar Kamerlidmaatschap van buiten of van binnen zijn. Ik denk dat ze zeer grote relevante informatie van buiten de Kamer hebben. En daarom zit daar een totaal ander kabinet met een totaal andere manier. En dat is de reden waarom wij dit kabinet kunnen steunen. Voorzitter, dit kabinet zit er namens u. De bewindspersonen zitten er ook namens u. Ja. Mevrouw Faber heeft in het verleden gezegd dat de islam het land uit moet. Dat is antirechtsstatelijk. Dat is gewoon strijdig met de grondwet. We hebben het nu over omvolking, maar het gaat natuurlijk over die hele gedachtenwereld die daarachter zit. Wat deze bewindspersoon heeft gezegd is dus strijdig met de grondwet. En dat wordt wel geaccepteerd, ook door uw partij. De uitlating. Dus het bewindspersoon zit er namens dit kabinet, zit er namens u. En die uitlating die ook niet herroepen is. En we hebben ook geen enkele indicatie dat deze bewindspersoon daar anders over denkt. Die staat gewoon nog. Dus ik kan gewoon moeilijk begrijpen waarom u dit kunt verdedigen. Of dat u niet minstens heeft geëist dat u invloed heeft gehad op de bewindspersonen die er zitten. Voorzitter, de regering, het standpunt van de regering is dat de volledige grondwet wordt nageleefd. Ik heb ook gezien dat iedereen de eed of gelofte heeft afgelegd gisteren. En ik zal ze daar elk moment aan houden. Dus er hoeft ook maar één iets te doen wat strijdig is met de grondwet. En ik kom hier voor een spoeddebat naar de Kamer. Het zou overigens, zeg ik u, ook een ambtsmisdrijf zijn om in strijd met wetten of de grondwet te handelen. En zolang er hier geen grondwettelijk hof is, dat geldt trouwens voor alle Kamerleden. Hè? Dat geldt niet voor één specifieke groep Kamerleden, zeg ik erbij richting de heer Bontebal. Ik sta daarvoor dat ze zo zullen handelen. En ik heb ook gezien dat die wetsvoorstellen die strijdig zijn met de grondwet ook ingetrokken zijn door de partijen. Afrondend. Ja, ik vind het heel ingewikkeld dat de heer Omtzigt zo procedureel antwoordt. Als ze maar de procedures volgen, het juiste vakje aan, dan klopt het. We hebben toch niet voor niks over democratische waarden gehad, over democratische ethos. De persoonlijke opvattingen van de bewindspersoon worden toch meegenomen gewoon in het werk wat iemand doet. Net zoals alle idealen, die idealen om de wereld mooier te maken, die nemen bewindspersonen mee. De scheiding van persoonlijke opvattingen en dat je dat dan als bewindspersoon op geen enkele manier meer meeneemt, is toch compleet ridicuul. Waarom verdedigt u dat? Ik kan dat echt niet begrijpen. Ik heb gezien dat minister Faber van de meest omstreden uitspraken, en die gingen over omvolking en omvolkingstheorie, volmondig afstand genomen heeft. En ja, ik heb een duidelijke mening over die uitspraken in het verleden. Die kent u. Dus als zij zegt, ik heb van allerlei discussies met minister-president Rutte gehad, maar als zij in de Eerste Kamer zegt
dat minister-president Rutte lid was van de vijfde kolonne, dan vind ik dat uitdrukkelijk niet, zeg ik u. Handelt hier niet namens iemand anders. Maar ik heb gehoord dat ze zich aan de wetten, de grondwetten, de Europese wetten, internationaal recht zullen houden. En daar ga ik vanuit en daar zal ik ze aan houden. En er is een reden waarom mensen lid zijn van de ene of de andere partij. En daarom hebben we het samenwerkingsverband gekozen dat wij gekozen hebben.